Hoi, daar ben ik weer. Leuk dat jullie om te kijken naar mijn nieuwe video. Deze week krijgt Rio zijn eerste hapje. En Dave heeft een verrassing voor mij. Dus als jullie benieuwd zijn, blijf dan vooral kijken. Wat ik dus laatst al zei, was dat ik een speelgoedwinkel had gezien. Althans, waar ze allemaal babyspullen hadden. Dat hebben ze hier gewoon echt bar weinig. En dus daar ga ik even heen om te kijken of er iets is waar Rio al mee mag en kan spelen. Ik had al gekeken voor zo'n loopstoeltje online. Maar dat is pas vanaf 6 maanden, dus dat redt hij nog niet. Hij is nu net aan 4 maanden. Ik loop hier dus langs het water nu. Het is weer een aardig ritje wat ik moet afleggen. En ik zie dus allemaal... Oh, ga je klagen? Wat ik wilde zeggen, ik zie dus allemaal vliegende vissen. Nou vliegen ze natuurlijk niet echt, maar die springen steeds uit het water hier. Ik weet niet of je het kan zien, maar je ziet wel al die kringen. Moet ik natuurlijk net mazzel hebben dat je het ziet. Verder dacht ik dus dat het zou gaan afkoelen, maar het is hier nu pas 9:30 's ochtends. En het is hier gewoon 27 graden nu. Dus ja, het was weer tijd om Rocket de pas te pakken. Nou, dit is hem dan. Maar hij is dicht. Dan moet ik gewoon 40 minuten gelopen voor, nou, helemaal niets, om het netjes zo te zeggen. Ik zie dat ze er ook een muziek hebben. Kindje lijkt wel een stuk ouder dan Rio, maar misschien, ik weet niet nog hoe oud het is. En ik wil er gewoon eventjes dus binnen kijken, maar wat ik ga doen... Ik loop gewoon eventjes door naar de stad, nu ik toch onderweg ben. Ik ga daar voor koffie drinken. Ik ga een rondje lopen en dan loop ik gewoon weer terug. Inmiddels weten jullie wel dat Dave en ik een soort van verslaafd zijn aan iced coffee. Dus ik heb even een iced coffee en een spuitje rood met lime besteld. Ik kom dus net weer thuis, helemaal oververhit. Het is gewoon opgelopen tot 35 graden hier. En ik heb een uur heen en een uur teruggelopen. En de speelgoedwinkel was dus niet open. Maar goed, ik kom er nog wel een keertje. Ik heb wel wat andere dingetjes geshopt bij Hyundai. Ik ben even beneden. Gamba's gekocht en dan ga ik een pasta maken. Dus ik heb boodschappen gedaan daar. En ik heb dus wat dingen voor de kleine gekocht. Tada! Ik heb dus een heel leuk pakje van Ralph Lauren gekocht. Een beetje wat stoerder. Voor 6 maanden al. En dit is een soort van, nou echt typisch Koreaans merkje. Het heet The Bunny Mop. En dan hebben ze allemaal van die, nou, gekke figuurtjes en dingetjes. En het is een soort van heel warm pakje, maar helemaal gevoerd met heel zacht vliesstofje. En ik vond hem wel weer geinig met een soort grove witte gimpjes of zo. En ik heb deze gekocht voor bij een jas die ik al eerder had gekocht. Die is echt heel leuk van Absorba is dat. En hij staat hem echt heel lief. Ik zal even die jas laten zien die ik eerder had gekocht. Ik vind hem heel leuk. Ik word hier dus zo moe van. Iedere keer weer die vrouw die door mijn speakers is. Of het nou 's ochtends is of 's avonds of whatever. Of dat die kleine net ligt te slapen. Komt die vrouw door mijn speakers heen. En dat is gewoon vervelend. Want dan denk ik van nou er is wat. En ik weet het niet. Dave is dus al sinds gisteren weer in het hotel. Dat betekent dat ik dus weer met Rio samen ben de hele dag en nacht en vandaag weer. Hij gaat nu wel zeker voor het eerst 3 kwartier spelen, dus dat is wel super spannend. Vooral voor hem. En ik ben dan toch ook altijd een beetje zenuwachtig of alles goed gaat. Maar daar ga ik wel vanuit. Verder is Rio weer op de achtergrond aan het blaren en ga ik dus naar Natasha toe. En zij is de vrouw... van Jason. Zij komen uit Australië. Zij zijn nieuw hier. En zij heeft ook 2 kleine kids. En zij vroeg of ik bij haar voetbal kwam kijken. Het is dus echt noodweer. Hij begreep dus niet wat skyrexen was. En ik dacht echt dus dat ik het zei op de Koreaanse manier. Dat vond hij dus niet. Ik heb Miss Lee even gebeld van de club. En gelukkig nam ze op. Dus die heb ik even aan hem gegeven. En ik denk dat zij precies hetzelfde zei als ik. Maar ik denk dat ik toch net iets anders zei dan. Want toen begreep hij het wel.
Een kleine poedel. Echt zo schattig is die. Ja, een kleine Simba. Ik roep naar deze. Zullen we toch een kleine poedel erbij nemen? Daar gaan we weer. Rio is vandaag 4 maandjes. En je bent een beetje opstandig aan het worden. Goedemorgen. Ik ben dus opgestaan met een soort van mijn eerste kater sinds ik moeder ben. Ik denk dat ik 4 glazen wijn, 3, 4. Vier glazen wijn op heb. Het was echt super gezellig. Echt heel leuk. Echt een super lieve meid, Natasja. Koffie die is binnen. Toen ik dus in Nederland was, toen zat Dave in de auto onderweg naar de training met Mix. Dus die was ook getuige. En toen reed er een vrouwtje die niet op zat te letten, zo is de deur in. Maar hij had dus heel erg haast, want ze waren al een beetje laat. En als je te laat komt, dan moet je dus een soort van boete betalen op de club. Dus zij dachten, nou ja, we rijden wat door, want niemand had wat. Alleen een beetje schade in de deur. En het was toch niet zijn schuld, weet je. Als je nog de schuldige bent, dan stap je nog wel uit. Dus wel zo netjes natuurlijk. En eigenlijk is het helemaal netjes om even uit te stappen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. En dat had hij mij dus ook niet verteld. Omdat hij dan wel bang zou zijn, denk ik, dat ik zou zeggen, dat kan je echt niet maken. Maar goed, ik was er niet bij, dus ik kan er ook niks van zeggen. Maar nu heeft die vrouw dus aangifte gedaan dat Dave is doorgereden. En moet hij dus voorkomen. Dus hij gaat vandaag met zijn agent en met Miss Lee voor het vertalen naar het politiebureau. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ik ben maar niet meegegaan. Ik kan niet beter gewoon even zelf doen. Zal wel goed aflopen. Oké, zeg maar tegenwoordig, als ik dus dat pocket ga lopen en hij gaat halverwege huilen, dan moet ik dus zo lopend de fles geven. Hij slaapt. Ik ben ook echt een idioot. Ik heb in Nederland zo'n parasolletje gekocht voor op de wagen. Die vergeet ik dus steeds weer op te doen, want ze verkopen ze hier niet. Wat ik heel raar vind, want ze lopen wel allemaal zelf volwassen mensen met een parasolletje, want ze willen niet bruin worden. Dus ik ben nu zeg maar met mijn lijf schaduw aan het creëren. Ik ben dus in de Home Plus en het is echt super druk. Ik weet of je het een beetje kan zien. Als je tomaten hier haalt, kan je dus echt alleen maar bijvoorbeeld van die hele grote bakken halen. En dat is eigenlijk met alles zo, met avocado's. En dan denk ik, ja, ik eet nooit in een week 12 avocado's. En dan zijn ze al, dan kan ik de helft weggooien. Dus ik kook hier gewoon voor een hele familie. Vaak woont de halve familie nog bij me thuis. Dus ja, daarom zijn het denk ik van die grote verpakkingen. Dikke file. Jongens, ik heb nog nooit zulke grote spinnen gezien. Echt zo groot als mijn hand. Ik ben al inmiddels een paar uurtjes thuis. Alleen het vervelende is dat Rio gewoon maar niet wilde gaan slapen. Dus ik kon eigenlijk helemaal niks doen. Niet even opruimen, niet even omkleden, niet even niks. Dus ik ben weer even buiten gaan wandelen en hij slaapt eindelijk. En nu, als het goed is, is Dave zo thuis. Gaan we met Mix en Natasha en Jason. En ik denk ook Annelies en Junior. Gaan we een hapje eten bij Boy Brazil. Dus dat is zeg maar all you can eat steak barbecue. Brazilian barbecue is het. We zijn dus nu bij Boy Brazil. Dan gaan we lekker vlees eten. Dave heeft stiekem zo'n McDonald's gegeten. Want hij heeft zo lang bij de politie gezeten. Ik dacht eventjes dat hij dus vanavond in de cel moest gaan eten. En dat ik alleen naar Boy Brazil moest. Maar alles is goed afgelopen en ik ga nu wel lekker eten en Dave doet ook nog gewoon voor de gezelligheid mee. Maar iedereen zit er dus al, want we waren wat later door Dave's vertraging. En we zijn dus alweer thuis. Het was heel snel eigenlijk, want iedereen was een beetje moe van zowel de wedstrijd als dat... De meiden natuurlijk een drankje te veel op hadden gisteren. Dus we waren binnen een uurtje weer thuis.
Vandaag is dus echt het probleem Rio in slaap krijgen. We hebben het weer geprobeerd met reggae music. Dan is hij wel stil. Maar hij wil nog niet echt slapen. Oké, jongens. Onthoud goed hoe ik hem heb neergelegd. Want hij belandt zeg maar straks ergens hier waarschijnlijk. En dan helemaal verwilderd. Wat doe jij nou hier? Wat is dit nou? Dat is geen lekker plekje. Dat is niet lekker. Zal mama jou even terugleggen? Ik sta nu bij de lift te wachten. Het is dus weer zo mooi weer. En Rio die is helemaal klaar ervoor. Die is helemaal Korean style. Wat ben je mooi. Die kan je zeg maar zo vouwen en zo doen. En zo doen als je even wil kijken. En mama heeft het parasolletje meegenomen. Het standaardje voor me. Iced coffee. Dus ik ben er helemaal klaar voor de wandeling. De plannen zijn een beetje gewijzigd. Ik ben dus onderweg naar de Home Plus. Nog een keer kijken of ze daar de geitenmelk aangevuld hebben. Lijkt me van wel, zo'n grote supermarkt. Het wordt natuurlijk weekend. En Dave zei om nu in de bloedhitte door de stad te gaan lopen. En als jij daar mooi eentje naartoe gaat, is het veel te warm. Zit wel een beetje wat in. En hij heeft natuurlijk ook niet zo'n zin in om daarheen te komen. Als hij net hard heeft getraind. Niet om op te halen hoor, dat doet hij zo. Maar meer om hem door de stad te gaan slenteren. Nee, dit is zeg maar zo'n moment denk ik dat hij later tegen me zegt van mam, wat heb jij me in godsnaam aangedaan met deze outfit? Ik denk dus dat dit een lok is, want dit zat er normaal niet omheen. Dave denkt dat je dat zo open krijgt. Maar de vraag is hoe. Ik denk dat hier gewoon zo'n ding in moet. Heel apart. Wel een lok, denk je toch wel? Ik hoop het niet. Het gaat dus wel. Maar hoe ga je hem anders open krijgen? Openbreken. Dat wil ik zien. Dave is dus met grof geweld het ding proberen open te krijgen, maar gaat niet echt top, volgens mij. Hè? Moeten we al terug, schat, naar de Home Plus. Ja, Rio is vandaag 4 maandjes. Of eigenlijk gisteren al. Dus, wat krijg je dan? Je krijgt een hapje. Kijk eens, Rio. Kijk eens, het mama hier even voor jou. Kijk eens. Beetje groot dan. Kijk eens. Dat is lekker. Ik vind je wel wat, hè? Oh, dat is goed. Lekker. Ik ben helemaal verwaaid hier. Ik wilde eigenlijk naar de stad toe lopen. Maar er komt echt een bui denk ik aan. Dus ik loop hier in de arcade bij mij beneden. Ik heb jullie dus helemaal niet meer verteld hoe Dave uiteindelijk die geitenmelk heeft overgekregen. Of eigenlijk van het geweld aan de zijkant van onze buitendeur. En wat denk je? Hij wordt dus 's avonds gebeld door zijn zo moesten dat ze het vergeten. Maar het hoorde in ieder geval dus niet zo. Ik had dus een heel leuk blouseje aan, vond ik zelf. Ik denk dat Rio hem iets minder vond. Heb jij nou gedaan, mijn mama? Wat verdikke me? Nou, nu heeft mama weer een beetje een oncourant t-shirt aan. Heb jij gedaan?
Nou, Dave is dus in het hotel. Die speelt morgen tegen Pohang. En Pohang is hier iets langer dan een uurtje vandaan. Dus heel misschien dat ik daar morgen heen ga om te kijken. En dan ga ik of met Natasja of met Annelies mee. En anders kijk ik gewoon thuis. Of misschien wel bij Natasja als ze toch besluit om niet te gaan. Maar goed, ook als het heel erg rot weer is, blijf ik liever thuis met die kleine. Wat zit jij nou guitig naar jezelf te kijken? Vind je dat leuk? Daarna is Dave 3 volle dagen vrij. 3,5 dag. Dus zitten we te denken of om naar Tokio te gaan. Natasja en Jason gaan met de kids, die zijn bijna 2 en 4, naar Disneyland in Tokio. Rio is er nog gewoon wat te klein voor. Dat had ik wel echt super leuk gevonden. Maar ja, hij begrijpt dat nog niet echt. Dus misschien doen we dat later. Of misschien naar Shanghai. Of naar Jeju. Dat is zo'n eiland als het mooi weer is. Of misschien wel weer naar Maleisië. We zitten een beetje te kijken wat we moeten doen. En Dave heeft al iets op het oog. Maar hij zegt ja, ik verras je wel. Dus verrassing is altijd leuk. Dus dan zouden we eigenlijk morgen, als hij thuis is na de wedstrijd, waarschijnlijk weer meteen vertrekken. Want we hebben natuurlijk niet heel veel tijd. Dus dat is altijd een beetje hectisch. Maar hoe dan ook, een tripje is altijd leuk natuurlijk. En als het allemaal te veel gedoe is en het lukt niet, kunnen we altijd nog eventjes naar Busan. Want daar is gewoon net eventjes wat meer als in Ulsan. Konden we maar eventjes naar Nederland, maar dat is wel een beetje te ver weg. Zo, ik ben ondertussen begonnen aan mijn grote schoonmaak thuis. Dave is weg. Ik weet nog steeds niet waar we heen gaan. Dat maakt me een beetje nerveus, maar ik hou er altijd van als ik op vakantie ga of wegga of whatever. Dat het thuis allemaal netjes is. Nu is het zo, sinds ik Rio heb, dat als ik net klaar ben met het een, is het ander alweer een troep. Dat werkt nou helemaal zo, denk ik, met kinderen. En laat staan, ik heb er maar eentje. Vooral als je zoveel spuugt, heb ik heel veel was. Dave natuurlijk heel veel was. En die is ook super slordig, een echte man. Dat zal het best wel eventjes afwachten als hij slaapt. En als hij slaapt wil ik ook weer niet te veel geluid maken. Dus ik heb nu alles gewassen. Ik hang nu allemaal hier met de airco's aan. Maar het is even niet anders, want wij hebben zeg maar een, kan ik wel even laten zien, een balkon. Maar niet een echt balkon. In Nederland noemen ze het ook wel een loggia. Het is gewoon een overdekt balkon en daar hangen droogrekken. Maar ja, dat hangt dus steeds helemaal vol. Nou heb ik dus wel een soort van droger. Die heb ik ook wel eens laten zien, dacht ik. Weet ik niet zeker. Dit ding. Een soort van hele rare. Ik wist eerst niet wat dat was. En dan zitten hier een paar knopjes. En als je hem open doet, zit dit erin. En het moet dus iets van een droger voorstellen. En toen had ik dus uiteindelijk uitgevonden hoe die werkte. En toen rook al mijn kleding en wasgoed naar brand. Dus ik ben ermee uitgescheiden en gewoon op de ouderwetse manier. Maar als je dus veel aan het doorwassen bent, zoals beddengoed en al die doeken van de baby, is dat best wel een dingetje. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, of ik de enige ben met zoveel was. Hoort er nou eenmaal bij. En ik heb altijd al, als er ergens één klein vlekje op zit of wat dan ook al op mijn eigen kleding, dan denk ik wel van, nou, dat moet gewassen worden. En ja, dus ik zit tegenwoordig ook onder de vlekken. Verder slaapt Rio dus. Hij had een heel goed ritme. Na Nederland was het even verstoord en toen pakte hij het nog af en toe wel eventjes op. Maar afgelopen nacht was echt gewoon 4 uur, 6 uur, alsof ik weer terug bij af was. Dus ik hoop dat hij het weer een beetje op gaat pakken. Dus ik ga hem nu eventjes wakker maken. Het is hier nu 12 uur. Ik heb hem zo lang mogelijk laten liggen, omdat ik dacht, dan kan ik even snel opruimen. En dan ga ik hem eten geven en hoop ik dat dat zijn nachtslaapje is. Want hij denkt waarschijnlijk, hij is al vanaf 9 uur aan het slapen, dat dit zijn nachtslaapje is. En dan weet ik het wel weer, dan wordt hij om 4 uur wakker.
voel dus dat die zeik nat is. Ik moet hem een ander pakje geven. Ik heb dus van die broekjes van Huggies. En die zijn eigenlijk nog een beetje te groot, denk ik. Want die normale van Huggies heb ik al maat 3. En die kan je dan zo goed strak aantrekken. Maar die broekjes zijn gewoon te groot. En nu heeft hij steeds, omdat hij draait, zo'n hele grote plasvlek. Oh, wat zielig voor jou. Dus niet die kopen. Ik ga morgen even snel andere luiers kopen voordat we op vakantie gaan. Ja, jij vindt het nog wel grappig, vrolijke Frans. Ga je even een schone broek geven? Zo. Lieve snoetie. Ja. Goedemorgen. Kleine Rio heeft echt super goed geslapen. Ja, ja, ja. Echt heel erg goed je best gedaan. Ik heb hem denk ik rond 12 uur zeker. Ik weet niet meer wat ik tegen jullie heb gezegd, maar heb ik hem dus wakker gemaakt en heb hem een flesje gegeven. En toen heeft hij tot 7:30 geslapen vanochtend. Dus dat heeft mij ook weer even een beetje rust gegeven. Verder ga ik dus nu eventjes naar beneden, want ik moet tampons hebben. Die heb ik nog niet eerder hoeven halen, dus kijken of ze het hebben, vast wel. Ik had alleen wat maandverbandjes hier liggen, maar van die hele grote vanuit het ziekenhuis, dus daar word je ook niet blij van. Ik moet luiers hebben, want die broekjes zijn echt 10 keer niks. Ik weet dus nog steeds niet waar we heen gaan. Dave heeft er heel geheimzinnig over en hij is echt de meest slechte geheimbewaarder. Dus ik hoop dat het iets zonnigs is, maar vast wel. En anders weg. Door het doen dan ook gezellig. En ik vind het wel weer heel leuk dat het een verrassing is. Alleen, wat moet je inpakken? Dat vind ik altijd een beetje rottig. Voor die kleine, voor mij, weet je, als ik er te koud in zit. Jij zei al van, nee, als het goed is, neem maar iets zwembroek mee. Dus het kan nooit kwaad om er even een flesje in te gooien natuurlijk. Dus we gaan eventjes 3 dagjes tussenuit. En dat vind ik echt heel fijn. Het enige is, ik vroeg dus van hoe laat tot hoe laat vliegen we. Of van wanneer tot wanneer, zeg maar. We vliegen dus vannacht om 3:00 s'nachts. We gaan eerst naar Busan. Dus dat is een uurtje vandaan. En vanaf daar is de rechtstreekse vlucht. En hoeven we nog maar 4 uurtjes te vliegen. Ik ben hier dus eventjes met 3 op de grond gaan zitten. En in de laatste 5 minuten werd er dus gescoord door de tegenstanders. Ze stonden echt dus 85 minuten 1-0 voor. En het was super spannend. En nu in de laatste 5 minuten 1-1. En nu in de extra tijd staan ze dus 2-1 achter. Wat dus niet zo leuk is. Ja, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dave kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dus dat wordt wat voor jou later, kleine Rio. Verder heb ik dus alles hier op de bank klaargelegd voor de mini-vakantie. Ik hoop niet dat dit de pret bederft. Maar goed, er is niks aan de hand. Het is een uitwedstrijd. Ik zit nu helemaal gehaast en gestest met Rio bij Den Bosch. Ik had eigenlijk alles al een beetje voorbereid, maar Dave vroeg net van ja schat, pak snel mijn koffer in, ik ben over 1 uur bij je. En dan moeten we weg, je moet nog geld binnen en haasten. Dus we zaten een beetje op te zweven. En ik was nog op mijn gemak alle outfitjes bij elkaar aan het pakken en ik moest nog al zijn spullen pakken. Maar goed, het is gelukt. Ik heb 1 grote koffer meegenomen van ons drietjes. Dat is voor het eerst dat we natuurlijk met z'n drietjes gaan rijden. Ken je dat stel die met een baby 1 uur in de auto heeft gezeten en die op vakantie zou gaan naar Guam? Een eiland van Amerika. Hoe enthousiast ik was. We komen hier aan, alles betaald, alles ingepakt, helemaal op tijd. Hebben we een visum nodig. Terwijl als je in Korea woont, hoef je geen visum te hebben. Hebben wij
verkeerd begrepen. Dus als je een Nederlands paspoort hebt, moet je wel een visum hebben. Ik heb er ook echt totaal niet bij stilgestaan. Ik weet dat je inderdaad naar Amerika wel dat visum moet hebben. Ik heb dat ook nog steeds van een andere keer. Alleen die kleine en Dave natuurlijk niet. Dus ik ben echt super teleurgesteld. En Dave had al niet zo'n topdag. Doordat hij verloren had. Ja. Dus het is echt heel kut. En het is hier 's avonds laat. Rio in pyjama. Het kan ook alleen maar ons gebeuren. Nou, ik wil niet heel negatief doen. Maar ik weet, ik kan er niks meer of minder van maken. Dat was het hier voor deze week. Wat we dus gaan doen, dat zien jullie volgende week. En voor nu gaan wij, denk ik, naar huis. Ik weet niet wat we deze dagen gaan doen. Dus ja, volgende week horen jullie meer.